Steeds aan het wandelen in het landgoed Kempaan. Ik heb al een behoorlijk afgelegd. Maar het is de moeite waard om hier een wandeling te maken. Het is mooi en het is eigenlijk echt een bos. Dat door mensen handen is aangelegd wel, maar het is een echt een bos. En nu hoor je de vogels haast niet, maar net wel. Nu hoor je weer een vliegtuig overkomen. Waar je ook te wereld bent, het liefst daar hoor je overal. Aan het einde van het bospad. En dan heb ik hier het landgoed. Het ergste is dat dit weer het landgoed is dat te koop is. En dat ze straks dan weer huizen neer kunnen zetten of wat dan ook. Kijk, staat het. Boring te koop. Zie je het? Om mij het landgoed niet te kopen. Projectontwikkelaars zijn gevaarlijk hoor. Ik loop nog steeds in het landgoed. Dit is het pad dat naar de Kempaan leidt. Ik ga het nu terug. Maar een prachtige rit dat dwars door de bos heen gaat. De Kempaan. Ook prachtig. Nu ga ik weer terug naar huis. En op dit pad volgen. Hier komen we in de bossen. En soms hoor je de vogels zingen. Het is de moeite waard om dit ritje te maken. Het Kempaan, 30 jaar geleden. 35 jaar geleden. Misschien 40. Hebben ze hem geplant achter elkaar door. Zo bomen breedje. En dat is het algemeen resultaat geworden. Uniek. Je hoeft niet naar de bosrijke gebieden in Nederland. Je hebt het hier in Almere. En omstreken. Landgoed, Kempaan. Ook prachtig. Ben ik net ook geweest. Nu rij ik door dat pad. Dat naar de Kempaan leidt, terug. Ik ga eens kijken hoe dat de moeite waard is. Ik zit nog steeds in het bos. Maar ik kon niet alles filmen. Ik ga het nou, wordt even stoeien. Maar dat komt wel weer goed. Ik denk dat zoiets toch uniek is in Nederland. Dat in zijn 35 jaar tijd geschapen is door een bos. Ja, je kan zeggen het is een bos.
gewoon een bos die geplant is. Het is geen oerbos. Maar ik denk toen het nog lang was hier. Nu een stuk weiland. En dan komt weer een stukje bos. En weer een bos tegemoet. Heerlijk in de koelte. Twee fietsers aan. En hier ben ik einde van de weg naar de campaan. De zomerse dag in Almere. Zie je het ziekenhuis? Het was toen een aanbouw en nu is het klaar. Het ziekenhuis van meneer. Een oud ziekenhuis stond er. En daaromheen is er weer een ziekenhuis gebouwd. Het ziekenhuis van meneer. In de tussentijd heb ik die laatste vloer gemaakt. Er zijn er heel wat gebouwen bij. De zomerse dag in Almere.